Naast de economische crisis kunnen we ook stellen dat er in Suriname een spirituele crisis heerst. Socioloog Kirti Algo zegt dat door de COVID-pandemie de gemeenschap in een bepaalde isolatie terecht is gekomen en niet de nodige emotionele steun heeft kunnen krijgen. Hierdoor is de vraag naar geestelijke begeleiding groter dan normaal. Dit probleem kan echter niet zo makkelijk verholpen worden vanwege brain drain. Alles in het leven is energie. Toch als iedereen zo somber is, zo down is, wat krijg je dan in die atmosfeer? Een algehele downstemming. Mensen zijn pessimistisch. Je hebt geen vitale figuren, je hebt geen vitale mensen die zeggen van oké, en nu gaan we verder. Toch? En we moeten dat ook meenemen in de beoordeling van onze regeerders, van de mensen die eigenlijk die de dienst uitmaken op verschillende fronten. Weet je, ook zij zijn onder enorme druk. En in het leven heb je balans nodig. Als je continu wordt blootgesteld aan negativiteit, toch, of het nou is de politiek, of het nou is die polarisatie, of het nou is dat gekissen best op social media, op Facebook, en die WhatsApp berichten van allerlei agressieve mensen, wat krijg je in die maatschappij? Een optelsom van een heleboel negatieve energieën. Toch, en dat brengt onze productie gewoon als individu omlaag. Hoewel de COVID-pandemie en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid een heleboel negatieve effecten hebben gehad op het sociaal leven, vindt Algo het belangrijk dat onze maatschappelijke veerkracht positief gevoed wordt. Het is geen rocket science. Het heeft ook te maken met een stukje rust en vertrouwen dat je uitstraalt, maar ook koestert. Toch, wat moeten wij doen als burgers en waar kan de overheid inkomen? Ja, COVID is er, het zal nog misschien blijven, toch? Het zal nog een poosje blijven, maar wat doe ik? Algo zegt dat zowel de burgers als de autoriteiten moeten nagaan wat er gedaan kan worden aan deze crisis. Ze geeft aan dat het een ieders taak is om onze samenleving te beschermen en verder vooruit te brengen.